Toen kwam die spreker, was een Amerikaanse spreker. Ik wist zijn naam niet meer. Ik was 16 jaar en ik stond daar. En hij begon over mij dingen te zeggen die ik toen al bijzonder vond. Maar nu achteraf terugkijkend nog meer. Want hij zei dingen als jouw stem. Er is iets bijzonders met je stem. En hij zei zelfs dat mijn stem ook te horen zal zijn op de radio. En zelfs dat mijn liederen veel zullen gaan betekenen in het land. Nou, ik was 16, ik schreef nog helemaal geen liedjes toen. Ik ben Eline Bakker en jullie zouden me kunnen kennen van de liedjes die ik schrijf. Waaronder bijvoorbeeld Jezus Overwinnaar of Door en Door Goed. Verder ben ik moeder van twee kleine schattige meiden. En ga ik bijna wekelijks door het land met aanbiddingsavonden waar ik dan de aanbidding mag leiden. Ik werd voor het eerst geraakt door de liefde van God toen ik 15 was. En ik mee moest naar de belijdeniscatechisatie van mijn broer André. Ik had alle avonden wat te doen. En de ene avond dat ik nog vrij had om iets met de kerk te doen, was die avond van de belijdeniscatechisatie. Dus ging ik maar met mijn broer mee, want ik moest wel ergens naartoe van mijn ouders. En tijdens die belijdeniscatechisatie is echt mijn hart geraakt door de liefde van God, waar ik eigenlijk al wel mee opgegroeid was. Want ik ben opgegroeid in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn ouders hebben me altijd over God verteld. Maar tijdens die belijdeniscatechisatie, die dus eigenlijk niet voor mij bedoeld was, ben ik daar zelf heel enthousiast over geraakt met mijn 15 jaar. En heb ik uiteindelijk ook zelf belijdenis gedaan en zelf ook de keuze gemaakt. Ik geloof in deze God die van mij houdt. En dat was ook het grootste wat ik daar in die belijdeniscatechisatie geleerd heb, is dat God als Vader onvoorwaardelijk van mij houdt. Toen ik 16 was, ging ik heel graag naar aanbiddingsavonden in Harderwijk. En ik ging daarheen samen met een vriendin van mij. En we waren helemaal enthousiast voor Jezus. We gingen elke week heen. En zo stonden we daar ook op een avond. En je mocht naar voren komen als je een woord van God wilde ontvangen. Zoiets was de oproep. Nou, ik met mijn vriendin natuurlijk naar voren, want dat deden we altijd. En daar stonden we. En toen kwam die spreker, was een Amerikaanse spreker. Ik wist zijn naam niet meer. Ik was 16 jaar en ik stond daar. En hij begon over mij dingen te zeggen die ik toen al bijzonder vond. Maar nu achteraf terugkijkend nog meer. Want hij zei dingen als jouw stem. Er is iets bijzonders met je stem. En hij zei zelfs dat mijn stem ook te horen zal zijn op de radio. En zelfs dat mijn liederen veel zullen gaan betekenen in het land. Nou, ik was 16, ik schreef nog helemaal geen liedjes toen. Dus ik vond dat toen allemaal wel heel bijzonder en mooi. En het heeft ook wel mij heel erg geraakt toen. Maar als ik nu terugkijk en zie wat er nu gebeurd is in mijn leven, vind ik dat extra bijzonder. Vooral vanaf mijn 16e ging ik helemaal all the way voor Jezus. Ik was echt zo'n Jesus freak. En dat ging eigenlijk 10 jaar lang zo door. Ik heb een DTS gedaan en van alles. Elke week was ik met van allerlei dingen bezig voor het Koninkrijk van God en aanbidding leiden. En, nou, we gingen als een sneltrein. En op een gegeven moment, zo'n 10 jaar later, op mijn 25ste, 26ste, toen stopte die sneltrein. Toen brak daar een periode van geloofstwijfel aan. En dat is eigenlijk iets wat ik voor mezelf had gedacht dat nooit zou gebeuren. Als ik naar mezelf keek als christen, ik dacht echt van, nou, wat er ook gebeurt, ik ga mijn vuur behouden. Mijn passie en mijn liefde voor Jezus, daar komt niemand aan, daar gaat niks mee gebeuren. En toch kwam ik in enorme twijfel terecht, op zo'n punt zelfs, dat ik echt twijfelde van, ja, maar ben ik niet gehersenspoeld al van kinds af aan? En vanaf mijn 16e op die charismatische avonden waar ik dan was, ineens begon ik er heel erg aan te twijfelen. Omdat ik mezelf besefte van, wat geloof ik nou eigenlijk echt zelf? Dat ik ineens besefte van, ik heb zoveel dingen van horen zeggen al die jaren. Van, nou, die zegt dat God goed is, dus dat neem ik aan als mijn eigen waarheid. En deze spreker zegt dat God geneest, en dan ga ik dat ook als eigen waarheid aannemen. En dat ik op een punt kwam dat ik denk, mijn hele geloof hangt samen van horen zeggen. Maar waarom kan ik het niet? Ik wil het zelf ontdekken van u. Terwijl ik dus een DTS gedaan had en allerlei dingen. Maar toch kwam ik op dat punt dat ik dacht, wat
weet ik nou eigenlijk echt zelf? Gewoon van dat wat ik zelf heb ontdekt. En als ik al die dingen van horen zeggen dan weghaalde, dan bleef er gewoon heel weinig over. En dat is ook hoe dat voelde in die periode van ruim 3 jaar. Dus het heeft echt jaren wel geduurd. Dat ik daar heel erg mee struggelde. En dat voelde namelijk alsof mijn geloof door mijn vingers heen glipte. Dat ik gewoon niet meer de vat op had. Ook geen vat meer had op God. En eigenlijk aan alles begon te twijfelen. Begon ook met een miskraam. Mijn man en ik kregen een miskraam. En dat zijn van die dingen in het leven dat je even wakker geschud wordt. Van ja, soms kan je dingen nog zo stellig geloven, maar dan gebeurt het toch anders. Of soms belooft God zo zwart op wit, duidelijk, mooie dingen, maar zie je het niet terug in de realiteit van je leven. En zo gebeuren er meer dingen, bepaalde teleurstellingen in christenen en gedoe in kerken. En dat je denkt, wat geloof ik nou zelf nog? Wat blijft er nog overeind staan? En dat was heel weinig. En in die jaren heb ik dat vanaf de bodem af aan, dus echt ook het punt dat ik weer opnieuw ging onderzoeken, is er überhaupt een God? Vanaf dat punt ben ik daar zelf, en met ook door te praten met veel mensen, dus niet daar in mijn eentje mee te lopen worstelen, maar ben ik daarmee bezig gegaan en langzaam maar zeker weer opnieuw herontdekte van ja, er is een God. En ja, die God is de God van de Bijbel. En ja, Jezus is opgestaan uit de dood. Dat was voor mij ook een hele belangrijke. Om gewoon, terwijl je al 10 jaar met Jezus wandelt. En je hele leven draait om hem. Dat was in mijn geval het geval. Dat je toch op het punt komt van ja, maar opgestaan uit de dood. Even serieus. Ik moet weten of dat waar is. En zo ging ik op zoek naar de waarheid. En in die periode voelde het heel eng. Omdat ik dacht, ja, als ik mijn geloof verlies, dan blijft er niks van me over. Want alles is daarop gebouwd. Maar achteraf ben ik heel dankbaar. Want het heeft me gezorgd dat ik inderdaad geloof wat ik echt zelf geloof. En niet langer van horen zeggen. En van aannames. Dus mijn geloof is nu puurder en echter dan ooit tevoren. En ik zeg heel vaak, ik weet veel minder over God. Maar ik vertrouw en geloof sterker in hem dan ooit. Die periode van geloofstwijfel duurde, wat ik al zei, 1 jaar of 3, 3,5. En ergens op het einde daarvan, toen hadden we een conferentie van de kerk. En ik zong in het worship team. Heb ik altijd oprechtheid kunnen blijven doen. Ondanks de twijfel. Die twee dingen kunnen samengaan. En ik zong daar op een gegeven moment een spontaan stukje aanbidding. En dat was de tekst Naam boven alle namen. Het was een heel mooi moment in aanbidding waar ik dat maar bleef uitzingen. Naam boven alle namen, naam boven alle namen. En de hele zaal die zong dat op een gegeven moment mee. Super bijzonder mooi moment. En achteraf dacht ik, misschien is het mooi om daar een lied omheen te schrijven. Ik was toen net een beetje begonnen om, dat liedschrijversknopje was aan het omgaan bij mij. En daarom had ik die gedachte. En ben ik daar op een gegeven moment ook mee begonnen. Met een soort eerste versie van wat nu het lied Jezus Overwinnaar is. En ik schreef bepaalde zinnen en woorden op. Terwijl ik nog in het staartje eigenlijk van die geloofscrisis wel zat. Want ik weet nog dat, dat ik in die periode echt nog wel twijfelde. En het allemaal niet op een rijtje had. En dat ik juist die woorden opschreef, waar u verschijnt wordt alles nieuw. Jezus leeft en ik zal leven, omdat ik dacht, dit is toch de waarheid, zeg maar. Ik schreef het haast als een soort herinnering aan mijn eigen geest. Zo van, ja, maar dit geloof je toch? Dit is toch wat je, dit is het. En dat was zo'n eerste versie van het lied. Later had ik contact met Reijer, die ook hetzelfde idee had bij dat spontane stuk aanbidding, waar hij ook bij was. Dat hij ook dacht, hier zit een lied in. En toen ik noemde dat ik daar ook over nadacht, toen heeft hij voorgesteld van kom anders als je hulp nodig hebt of samen wil schrijven. Nou, was ook al heel bijzonder voor mij, want ik kende Reijer helemaal niet goed. En ik had net even dat steuntje in de rug nodig, iemand die met me samen schreef. En toen hebben we samen dat lied afgeschreven, dachten we. Het heette toen nog Naam boven alle namen. En
Nou ja, later kwam Kees erbij. We nog bijgeschaafd, nog wat krachtiger gemaakt. En toen werd het Jezus overwinnaar, zoals we hem nu allemaal kennen. Maar voor mij blijft het zo bijzonder dat dat lied dus begon met een soort vonk in mijn hart tijdens die spontane aanbidding. Naam boven alle namen, wat ik met mijn hele hart en ziel zong. Soms moet je ook dingen zingen tot je het zelf weer gaat geloven of zo. Dat was ook een beetje wat ik toen probeerde. En vervolgens dat ik dan die woorden opschreef, die eerste versie van het lied, als herinnering aan mezelf. En dat God dan zoiets groots doet met zo'n lied in het hele land. Vanuit een gebroken hart wat twijfelt en helemaal niet zo de boel weet of op orde heeft. En dat vind ik zo typerend aan onze God. Want dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook keer op keer. Dat hij vanuit gebrokenheid, op wat voor manier dan ook, het zij twijfel of zwakheid of struikelen of falen. Maar dat hij juist lijkt het wel dat soort situaties pakt om er vervolgens iets fantastisch moois uit voor te brengen. En dat blijft voor mij een fantastisch iets om te zien hoe God het lied gebruikt heeft.